We kregen net bericht dat er 8 nieuwe cases bij zijn. Toen hadden we case 11, case 12, 13, 14 en 15, tot zo net nog, voordat we hier binnenstapten, 5 minuten. En toen we hier binnenstapten, kregen we het bericht dat we nog 8 erbij hadden. Dus dat is 5 plus 8, klopt werkelijk. Voor de actieve cases is dat 13. En van deze gevallen is vooralsnog gedeeltelijk onbekend voor het ministerie van Volksgezondheid. De gevallen zijn wel gelinkt aan elkaar. De bron is wel gevonden. Maar we zitten ook nog te kijken naar de contactpersonen om dat allemaal in kaart te brengen. We zijn dus nu in code rood. We hebben te maken met verspreiding. En dat is een zeer, zeer ernstige en zeer droevige zaak voor Suriname. Ik vraag wel aan de samenleving om kalm te blijven en om zoveel als mogelijk de regels in acht te nemen. Bij deze vraagt het ministerie van Volksgezondheid ook aan de burgerij om een mond-neusbedekking te gebruiken als u naar buiten gaat, als u ergens gaat zijn, welke wij ook nu, vanaf nu, zullen gaan beginnen te hanteren. De mondneusbedekking, zoals we al eerder ook hebben gezegd, kan van alles zijn. Het mag een zakdoek zijn, het mag een sjaal zijn, het mag van pangiestof gemaakt zijn, het mag van andere, iets dikkere stof, katoenen stof, maar je moet er wel goed door kunnen ademen. We hebben op de website ook geplaatst hoe je dat zelf kunt maken en ook met de adviezen erbij. We zijn nu in een situatie waarbij onze capaciteit al behoorlijk onder druk staat. En we verwachten meer. De mensen die wij halen en om in quarantaine te gaan, zijn mensen from all walks of life. Het zijn artsen die op dit moment in quarantaine zitten. We hebben andere medische mensen. As we speak is een van de mensen onderweg naar Paramaribo en die heeft reeds aangegeven dat ze kleine kinderen thuis hebben. En dus ondanks het advies is gegeven dat ze dus niet per se in quarantaine hoeven te zijn, hebben ze gezegd van luister, ik wil toch op de een of andere manier mijn kleine kinderen, want ze heeft kleine kinderen, beschermen en voorlopig in quarantaine. Ze heeft daar de medewerking voor gevraagd. Maar we hebben ook mensen van de politie, we hebben ook mensen van het leger. We hebben ook mensen die onder andere in de normal walk of life zitten. En die mensen hebben we allemaal in quarantaine. En ik haal dit aan omdat ik hiermee wil verduidelijken dat COVID-19 geen keuze maakt tussen ik ben dit of ik ben dat, of ik ben rijk of ik ben arm, of ik ben zwart of ik ben wit, of ik ben you name it, ik ben van ABAP of ik ben van NDP of et cetera, et cetera. COVID-19 is het virus waar wij tegen vechten. Wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat dit virus zich niet verder verspreidt. En om heel eerlijk te zijn, doen wij hartelijk het verzoek om die ongehoorzaamheid weg te laten. Want een groot deel komt door ongehoorzaamheid. We hebben praktisch elke keer dat we hier zo zijn, hebben wij opgeroepen en gevraagd en benadrukt. En bijna alle sprekers aan de tafel hebben elke keer gevraagd, keer op keer, mensen, hou rekening hiermee, hou rekening hiermee. En laat me daarop houden, want ik ga andere zaken zeggen die op dit moment niet passen. Als het is omdat iemand overgekomen is, of omdat de grens open stond, als iemand daardoor binnengekomen is en mensen is komen besmetten, dat kan ik zo niet pinpointen. Om nu te zeggen dat die 24 komt doordat mensen van de overkant naar Suriname zijn gekomen, dat kan ik niet zeggen. Ik bevestig weer, dokter Jesrin heeft aangegeven, we hebben geen actieve cases meer in Suriname, we stonden op nul, maar dat wil niet zeggen dat we COVID-vrij zijn. Er is hier aangegeven, toch keren, dat het virus gedragen kan worden door iemand. Maar als symptoom en afzorre schrijf ik door, maar ik kan tjaring.
dat zo ik kan praten in Godoro, is ook hier aangegeven. En daarom bleven we stressen en we stressen en we stressen. Nog wat straat die als je daar niets te zoeken hebt. Hou die anderhalve meter afstand. Dat waren de weinige dingen die we hebben gevraagd. Houd u zich daaraan. We hebben veel gewaarschuwd. Maar het laatste wat we gaan doen vanuit deze kant is een vinger wijzen. We wijzen op niemand vinger. Op niemand. Want na do not do. Na low sitori wataki. Het gaat ons ophouden. Ik heb ook begrepen en laat me het hier zeggen. Ja, waarom zijn de verkiezingen doorgegaan? Want als de verkiezingen niet door waren gegaan, hadden we dit niet. Dat is niet waar. We hebben hier ook aangegeven. Die uitbraak gaat komen. Maar laten we met elkaar ervoor zorgen dat een uitbraak ik kom wel beheersbaar gecontroleerd vasie. En om na controle dat we ontak alle lezen bakken. Dus even een Libi was wat jayo Libi, om het precies zo te zeggen. Dat we niet luisteren. Dat we gewoon doen. Dat we parties houden. Dat we corona-free party willen houden. Dat we naar niks gaan. Dat we op elkaar hangen. Terwijl we hier drie keer in de week. Heer de tap TV. Je jere anderhalf een meter. Je jere tanayo ozo. En dat toch weer doet het niet.